Het is flink uit de hand gelopen net buiten het stadion van ADO Den Haag. Boze supporters gooien met stenen en vuurwerk naar de politie. Het gebeurt allemaal na deze wedstrijd, ADO Excelsior. En die zit erin! Een belangrijke. De winnaar voetbalt volgend jaar in de Eredivisie. De wedstrijd eindigt in 4-4. En dus penalties. Voor een plaats in de Eredivisie. Ja! Veel vliegen erin. Maar dan gebeurt er dit. Excelsior wint en gaat de Eredivisie in. Zij blij, maar ADO en zeker ADO-supporters niet. Dit is echt verschrikkelijk wat we hier te zien krijgen. En dat laten sommigen zo zien. Echt verschrikkelijk. Spelers van Excelsior vluchten zelfs het veld af. En ook de supporters van Excelsior worden aangevallen. De ME moet de relschoppers het veld afsturen. Maar buiten het stadion gaan die dus door met rellen. Vier politieagenten raken gewond. Er zijn meerdere relschoppers aangehouden.